Hallo allemaal! Ik heb een nieuwe gameplay bedacht. Het is een soort survival of the fittest. Ik heb 4 vampieren en slechts 3 mensen. Wat gebeurt er als ze dorst hebben? En ze hebben alle 4 tegelijk dorst. De eigenschappen verschillen totaal van elkaar. Zo is er eentje heel gemeen. Maar, wat zeur ik. Laten we kijken wie we hier hebben. We zullen hem even op pauze zetten. Zo, ze staan nou nog allemaal netjes bij elkaar. De vampieren zijn zusters. Ze hebben flat uitgezet. Ik had even, ja, het was even makkelijker, want daar was ik zelf in de galerij voor een kasteel moeten kijken, et cetera, want ik wilde even, ik had eigenlijk een asylum, een gekkenhuis, en die was 40-30. En dat stukje grond dat ik had in Rollo, dat was maar 20-30, dus ja, dan moet je van het huis afhakken, daar had ik geen zin in. En toen dacht ik ineens van, waarom zou ik het asylum nemen, als ik net zo goed flat eruit kan mieteren. Dus bij deze, dat hebben we gedaan. Ik heb geen controle over deze hier. Ik speel met Barbara Mama. Allemaal bekend van Barbara Papa. zij heeft de eigenschap. Ach nee. Deze. Ze is een Einzelganger. Een snelle leerling, netjes en een bro. En haar doel is Renaissance. Ze is geen vampier, als je kunt zien. Hè. Papier aan papier heb geen energie. Dan gaan we naar de tweede persoon. Dus een bro is goed, een verzamelaar is zelfverzekerd. En het is een natuurliefhebber. Ze zitten niet gevangen in dit huis, ze kunnen gewoon naar buiten als ze willen. Dus het hek is open, de deur is open. De volgende, jij bent een vampier. Laten we eerst even de niet-vampieren nemen. Oh. Terug. Zij is de gemeene, kwaadaardig, gemeen, schurkerig en ook een Einzelganger. En haar is ondeugd. En dat vind ik juist leuk, want anders is het alleen maar misschien goede tijden. Maar er moeten ook echt gewelddadige tijden uitbreken. Mijn karakter zal erop toezien dat het ook wel zal gebeuren. Ik heb ze net aangemaakt, dus ik weet niet wie met wie een klik heeft, dus vrienden klik. Ik denk dat zij wel gauw gehaat wordt, omdat ze gemeen doet. Dan hebben we de vampieren. Ach, ik vergeet de naam helemaal te zeggen. Nou, dit is Barbara Mama. We hebben Esmee kan niet op. Die heeft zoveel bloed in dat die keer gewoon leegzuigen. dit is Wilma Soldeer. Ja, met name, het is net alsof je een online game speelt, dan moet je een karakter maken en dan, ja, wat voor naam is al gegeven en daar ben ik zo aan gewend, dus ik schrijf tegenwoordig maar wat op. De vampieren zijn Sandra Vladoski, Icy Vladoski, Icy bedoel ik, en Nicole Vladoski. De 3 dochters. Oké, we hebben samen, maar om het verhaal een beetje uit te leggen. De 3 dochters beheren dit kasteel. Dat hebben ze van hun vader, de heer Gruwelski Vladoski, georven. Die is tijdens het gevecht tegen de Flurken is die gedood. En toen hebben zij het kasteel georven, want hun moeder was daarvoor al op mysterieuze wijze verdwenen. Ze houden ervan om mensen om zich heen te hebben. Omdat ze denken. Donors. Maar genoeg gebrabbeld. En toen hebben ze een bericht gezet in de krant. En toen zijn deze 3 dames zijn gekomen.
Hey, zei ik nou, ik heb toch 4 vampieren? Oh, Lady Vladovsky vergeet ik helemaal. Oh. Ze wil meester vampier worden, maar ik zit net, ik denk, ik vergeet er een, ik toon het 3. En zij heeft eigenschappen. Ze is totaal niet vluchtig. Erg jaloers. Heeft een hekel aan kinderen, maar is een snelle leerling. En ze wil meester vampier worden, dus dat is de hoogste rang in het vampier zijn. Daar hou ik me nog niet zo mee bezig. Ik wil eerst de gameplay een beetje op stand, kracht hebben, want ik denk dat ik ook wel iets ga veranderen. Dat er eentje bijvoorbeeld iets met kunst moet gaan doen. Bijvoorbeeld. Maar wie weet, misschien gebeurt dat misschien ook niet. Laten we beginnen in ieder geval met het spel. Oh. Nou, de vampiertjes hebben nog niet zo'n dorst. Zo. Nou, ze zitten allemaal in een groep. Nou, die kan eigenlijk wel opgegeven worden. Ik speel met jou. Acties, groep opheffen. Want ze zitten nou, het is een beetje familie dus. Want ik heb eerst geprobeerd. 7 van die karakters aangemaakt. Hier naartoe gegaan, in een groep gegooid. Allemaal uit de familie gemieten. Toen zag je ze pop, allemaal weg. Maar ik ga ze niet... Als er iets is, ik help ze niet. Ze moeten het zelf doen. Dus als er eentje dorst hebt, ja, dan zal hij toch moeten gaan bijten. Want ik doe het niet. Kan betekenen dat mijn karakter ook slachtoffer... Nou, dat zal wel zeker zijn. Dat mijn karakter slachtoffer wordt. Maar dat zeg ik, er zijn maar 4 mensen. 3 mensen in 4 vampieren. Nou, eens even kijken. Oh, jullie zijn nog vrienden. Jullie ook? Jij ook? Nou, je ligt goed in de markt. Ook? Ja, waarschijnlijk omdat het familie is, hè. Daarom vond ik het jammer. Ik had eigenlijk... Want dan moet je weer allemaal sims vanuit het spel hier trekken. En dan in een groep gooien en dan hier naartoe trekken. En dan moet je ze weer veranderen in CAS. Of CES'en. Creëer een sim. Dat is de afkorting. Creator scene, dat is in het Engelse. Zeur niet mensen. Ik ben aan het opnemen. Zo. Ja, ik denk, ik moet toch wat op een zondag, hè? Ja. En toen zat ik eigenlijk een beetje vroeger te denken. Hoe heet het programma ook alweer? Met al die gasten in dat huis. Ja, de bus. Maar die kwam later. Big Boss? Nee? Oh, hoe heet dat programma nou? Ze hadden allemaal gasten in het huis. En het waren allemaal vreemden van elkaar. En daar heb ik dit een beetje van, maar dit zijn er maar 7, want er 8 dat ik 5 vampieren moet maken. Dus dat had eigenlijk ook wel een optie geweest. Maar ja, vandaag had ik al zoiets, ik was die simmetjes aan het creëren. En dan ben je bezig, maar vergeet niet, de vampier heeft 2 zijdes. De menselijke zijde en de vampierzijde. Ze hebben allemaal... Dezelfde hun eigen kleding voor de hele week aan. Behalve voor als ze gaan sporten en gaan zwemmen. En slapen. Maar voor die dagen hebben ze allemaal hun eigen zelfde keren. Kleding aan. Niet allemaal dezelfde. Maar zij hebben bijvoorbeeld dit de hele week aan. Zij hebben dit de hele week aan. Zij hebben dat de hele week aan. Zij hebben dat de hele week aan. Oh, wat was dat? Welkom in de buurt. Sta je er nog? Ah, het is Caleb. Kom maar binnen. Hij is op een lok, als ik het goed heb. Ja, hij is een lok, dus je mag gewoon binnenkomen. Ja, dit is wel gaaf. Ik vind het niet erg, maar sinds de nieuwe add-on, sinds de nieuwe update of add-on, dat durf ik even niet te zeggen, maar. Vampieren
Al waar je woont, woon je. Dus woon je niet in Holland, maar in weet ik van wat. Kom aan je deur. Dus nou heb je de optie om ze buiten te houden. Niet betreden, vampieren. Dus dan kun je hier andere mensen een keer gewoon binnenlaten, behalve vampieren. Mijn normale gameplay wil ik helemaal niemand binnen hebben. En dan zorg ik altijd voor dat ik een hek heb. Die sluit ik af voor de mensen en de deur voor de vampieren. Maar in dit geval is het. Oh nee, eigenlijk niet, want. Nee, hij moet eruit. Want zometeen heb hij dorst en dan gaat hij. Oh, dat maakt het wel spannender natuurlijk. Dat maakt het wel spannender. Want hij kan komen en gaan wanneer hij wil. En Vlad, die zal sowieso wel komen als hij dorst heeft. Want ik kom dus aanlopen. En dan hebben we een probleem als hun dorst krijgen. Oh ja, dat is goed. We laten hem gewoon open. We laten hem gewoon open. Kijk, en nou wil ik wat zeggen, dan nou ga ik weer een vampier training aan hem vragen. Maar dat mag niet. Ik ben nog steeds op mijn eigen. Ja. Waar ben jij? Oh, jij bent daar. Dat kan net leeg. Ik kan zien, ik heb niks bijzonders. Ja, dat is mijn add-on. Als je een add-on zoekt, dit is een beestachtige. MC Commando. Je kan zoveel veranderen als je wat je wil. Als ik op mijn simmetje klik, waar ben je? Ik zag dit in een andere, bij iemand anders, die had een MC Command. En ik heb hier allemaal commanders. En het zijn, ik ga het niet uitleggen, ik moet zelf, maar je hebt er twee, je hebt ook voor woe. En dan kan je ze neerzetten, riskant woe, dus hoeveel percentage is dat ze zwanger worden als ze dat doen. Maar dat is even buiten dit. Maar ik zag het ineens staan, want ik wilde die vampier wegwerken. En dat kan via MC Command kennen, maar ik doe het niet, want het maakt het wel spannender natuurlijk. En Vlad zeker, want die komt s'nachts langs als je dorst hebt. Daar ben ik van overtuigd. Dat zeg ik, mijn camera is een beetje laag. Zo. Dat zeg ik, daar ben ik 100% zeker van. Want ik heb mijn LP van Arm naar Rijk. En dan lag ze te slapen. Had ik een. Alleen, ja, je hebt geen geld, dus je slaapt op straat. En ik kwam hier ook langs en pok, had hij er gebeten. Maar wat is het dan? Dan valt ze in slaap en ze moest net op dat moment werken. Dus te laat op de werk. Weer geen goed werk geleverd. Krijg je weer minder geld. En dan denk ik, ah, ettenbakje. Toen kon ik eigenlijk een huis kopen. Althans, bouwen, een vierkantje. De bed erin gemieten, het haar erin gemieten, die deur erin, verboden voor vampieren. En toen kon ze gewoon lekker slapen. Nadat ze er eentje had gevonden uit de dumpster, natuurlijk. Maar ja, dat kun je allemaal op mijn kanaal vinden. We gaan naar beneden. Ja, ik had eigenlijk met die gemeente moeten gaan spelen. Ja, dat gaan we doen. Oh, wacht even. Was dat een vampier? Jij bent geen vampier. Ik ben al kwijt wie wat is. Nou, jij bent een bro. Laat het nou naar beneden. Oh, wacht. Dat doe ik stom. Hoppatee. Jij bent niet flirten. Nee, jij bent het ook niet. Ah, je bent wel een vampier. Nee, die jij bent het niet. Jij bent het. Jij bent ook een vampier. Nee, jij bent geen vampier. Hoe kom ik daar naar bij? Nee, dan speel ik wel even met jou. Want jij kent tenminste even wat roet in erbij te gooien. Alhoewel, ik denk dat je dat zelf al. Nee, doe het niet. Doe het niet. Ik heb gezegd, ik speel met haar. Ik doe het daar. Zij is sowieso gemeen, dus. In een eindgang, dus ze houdt er al sowieso niet van om met vreemden te zitten. Dat is de reden dat ze graag voor de spiegel staat in de wc, denk ik, omdat het niemand anders is. Oh, ik heb niet eens gekeken hoeveel toilets hier waren. Ik wil eigenlijk maar één toilet hier hebben.
Dus als het smerig is, mijn karakter zal belangrijke dingen schoonmaken. Zoals we water bij een ijskast zou leggen, dan wil dat ijskast schoonmaken. Want anders gaat hij een ijskast kapot. Koelkast, ja, wij zijn gewend te zeggen ijskast. Maar als ze zelf naar de wc moeten bijvoorbeeld, nou ja, een vampier hoeft niet naar de wc. Even kijken, hoe is jouw status? Oeh, je begint al. Ja, ik kijk ze alleen naar. Ik ga niet, geen commando's geven, maar ik ben een beetje nieuwsgierig. Maar je plezier is minder. Ja, ik heb honger, maar jij bent die... Oh, dat ben ik zelf. Ja, eens even wat eten dan. Ga eten. Dank u. Even kijken. Nou, die vampieren hebben nog niet zo'n honger. Vind ik wel jammer. Ja, sims kunnen af en toe heel eigenwijs wezen, want dan hebben ze honger. En dan denk ik, weet je wat, jullie mogen zelf wat jullie eten. En dan klik ik hierop, net zoals dat ze naar de wc moeten, dus zou ik hierop klikken. Ik ga naar de wc klikken, ook als ze vies zijn. Ja, ga even douchen. Ik klik gewoon op deze dingen, want dan kunnen ze zelf uitmaken wat ze willen. Want jij kan wel zeggen, neem een bad, terwijl ze een douche willen hebben, bijvoorbeeld. En het probleem is, deze sims zijn voor mij autonoom dus. Ik doe niks. Maar als er nou iets kapot is, zij zullen het niet repareren. Ja, doei. Tot de volgende keer. Icy Lady. Hey, zit jij een beetje te rotzooien met Icy Lady? Dat is niet toegestaan hoor. No romance hier. Not yet. Nog niet. Sorry. Ik ben zo gewend Engels te doen. Maar ik moet zeggen, Nederlands bevalt me ook prima. Ja, je bent Nederlander, dus ja. Ja, het heet een tuinsalade. Yeah. I see. Je bent Jan aan het wassen. Ja, we zijn vrienden, dus dat is goed. We zijn vrienden met u nog steeds, met u. Oh, is Philip is mee. Wil jij iemand trainen? Of ben jij... Ik ga ook krachten showen. Ga op je mobieltje. Ja, ik weet, als ik daarop klik, dat ze de mobieltje pakt. Dus dat is geen voice command dat ik geef. Ga op je mobieltje, pak de mobieltje. Maar ik weet, als je dat doet, ze pakt de mobieltje. Ik weet, want als het goed is, staat er geen tv naar huis. Want Vlad krijgt geen tv, wel een piano en een orgel. Hier. Ah, er zijn de grappen aan het vertellen. Oh, Aisje is de grap aan het vertellen. Ja, ik zou willen ook wel eens zeggen van ik kan ook eens slapen. Ik denk dat ik dat ga doen. Dat ik, als er bijvoorbeeld 3 bedden zijn, maar 2 bedden. Dan wordt er verplicht eentje op de bank te slapen. Brengt wel wat meer stress met zich mee natuurlijk. Of 2 weghalen, dat er maar 1 bed is. Volgens mij staat er hier maar ook maar 1 bank. Ja, hier. Oh nee, 2. Dus we zouden de 2 op een bankrust zien er lang niet zo uit als op een bed. En dan is even naar boven, volgens mij staan er niet eens genoeg bedden. Hier zie ik een bed. 2 bedden. En ik heb niks aan dit huis veranderd, weggehaald of wat ook neergezet. Het stond er allemaal al. Nee, 2 bedden, want vampieren slapen niet, dus die hebben geen slaap nodig. Dat is ook zo leuk. Dan staat er... Je hebt skills, je hebt tegenskills voor vampieren. En dan ken je er eentje en dan slapen ze slecht. Of ze kunnen alleen maar in een kist slapen. Ja, die neem ik altijd, want ze slapen nooit.
Je ziet ze wel eens zo indummen en je hebt hem wel nodig voor een quest, maar die sla ik over, want anders wordt de gameplay veel te lang. En dat is dat je een vampier 20 dagen in leven moet houden. Dat betekent ze mogen niet naar buiten, ze mogen geen honger krijgen, niet boos worden, want als dat gebeurt, keer opnieuw beginnen. Dus dat is er eentje, die sla ik over, daar cheat ik voor. Want ik moet het dan met 4 doen en dan... Dat wordt echt veel te lang, want het duurt al in simdagen, ik denk iets van 10 dagen of zo. Dus dan heb je het over 40 dagen. Dat je die sim leven moet houden. Dus je moet 40 dagen moet ik die sims onderhouden en dat mag ik niet. Dan gaan ze dood en dan is het spel ook gaan aflopen. Dus dat is de enige cheat die ik doe. Dus ik heb geen money cheat gebruikt, dit is het startgeld wat ik had. Daar moeten de rekeningen van betaald worden. Er zullen er een paar moeten gaan werken. En ik denk, om het spannend te houden, dat er 2 mensen gaan werken. Dus dan is er nog maar eentje over, die ze maar kunnen drinken. En geloof me, vampieren kunnen heel zuur worden als ze dorst hebben. Zo, de mythes. En op de deur dan vallen ze vanzelf iets aan waar ze van kunnen drinken. Al is het een pakje donorbloed wat ze hebben, of bloedvrucht wat ze kunnen eten. Of als er een sim staat die niet vampier is, die pakken ze dan ook. Net zo makkelijk. En ik geloof ook honden. En katten. Maar ja, die hebben we niet. Dat is even, maar ze zijn eigenlijk vrij om te gaan en staan als ze willen. Iedereen, want ze kunnen erin lopen en eruit lopen wat ze willen. Want ik vind het niet leuk om ze gevangen te houden. Want het is, trouwens, het is familie. Als ze te ver weg zijn, dan kan ik altijd met... huizen klikken dat ze terug moeten komen. Bijvoorbeeld. En anders doe ik de besturing overdragen aan. Kijken waar ze. Uithanging is ook heel makkelijk. Als je nou wil weten waar zij is. Met wie ik speel, druk ik 1 keer op enter. Nou, daar is ze. Of je dubbelklikt op de fotootje. Dat kan ook. Dubbelklik op de fotootje. Dat heb je er ook te pakken. Oh, je hebt geen plezier en je hebt slaap. Zijn er nog meer die slaap hebben? Nee. Ja, van 4 sowieso niet. 1 bed is er nog vrij. 1 bed is er nog vrij. Dat zijn 2 vampieren. I see. Ja, zij stond zo al... Ik heb alleen aan haar iets veranderd. Ze had al dat witblondige haar en dat witte kleding. Maar ze had alleen blauwe ogen. Ik denk, nee, dan moet ze ook witte ogen hebben. Maar voor de rest, ik heb er niemand zitten bouwen. Niet verbouwd. Ze komen zo uit Simcreator. Ik had creëren vampier. En daarna creëren mens. En ik heb ze niks aan veranderd. Ja, de kleding alleen, maar... niks aan de gezichten verbouwd, geen reproductie gegeven of zo. Ze komen zo van de store, van de galerij. De zusjes hebben het gezellig met elkaar. Alcoholisten. Dat is mijn kat. Hey, jochie. Vampier 4 voegt zich toe bij de vermenigvuldiging. Nee, die gaat ook maar weer weg. Op een drankje genomen. Het wordt tijd voor wat gemene. Oh, we hebben een tweede slapen. Dus de bedden zijn weg. Dus Wilma. Waar slaap jij dan? Jij slaapt op een bed. Ik slaap ook op een bed als het goed is. Of ze moet bang zijn. Ja, ik slaap ook. Waar slaap jij? Hé, er zijn wel 3 bedden. Wat? 1. Twee. Ja,
de zon schijnt om misschien. Ik kan het wel niet zien, want het is vrij donker in het huis door. Zo. Daar is er één. Hier is er één. Ik kan hem echt niet vinden. Oh, ze slapen in één bed. Oh god, ja, dat heb ik met MC Command. Dat moet ik even uitzetten. That's not... Nee, ik wil niet bellen. Waar ben je? Het is altijd zo moeilijk om te selecteren als ze in bed liggen. Hey. Ik kan niet selecteren als ze slaapt. Nou, dan moet ik zo meteen dan even doen, dat ik het niet vergeet. Hoe zit het met je slaap? Hey, van de gaat niet omhoog, hè? Waarvoor ga je niet lezen? Je moet drie boeken uitlezen. Kom maar even wakker. MC Command Center. Dan moet ik even denken hoor. Waar was dat ook alweer? Relaties? Nee. Niet. Nee. Nee, dat is het. Oh, dat moet gewoon via de computer. En dat is iets wat niet in huis is. Ga jij eens op je telefoon. Oh, dat is al verpland. Nou ja, dat is zo twee keer. Je moet toch even de computer neerzetten. Maar ik wil niet dat ze te veel lol hebben. Want anders neemt de spanning nooit toe. Het is een beetje donker zo. Toch moet ik het bijna open. Zo. Ik weet het al, ik zit zo meteen in één persoonsbed neer en al twee persoonsbed weg. Probleem opgelost. Twee persoon. Ik haal alle twee persoonsbedden gaan weg en dan komen twee of één persoonsbedden voor terug. Zo. Jij kan er ook uit, je bent ook wakker. Oh, wat heb je nou weer gegeten? Ga vinden. Zo. Dan zeggen we even drie. Een lettertje K. Poef. En typen we in bed. En dan nemen we het goedkoopste bed wat er maar is. En dat is voor kinderen. Zo. Ja, ik was helemaal vergeten dat ik dat had gedaan. Ah, zit terug. Nou, jij wordt zo wel wakker. Zo. Oeh, die is ook naar mijn karakter terug. Oh, wacht even, ik zag iemand rood worden. Oh ja, de vampieren hebben dorst. Oh ja, dit gaat leuk worden. Oh ja, dat gaat leuk worden. Alle drie. Jij die? Ja, jij ook. Oh, dat gaat leuk worden. Hoeveel ben jij? Jij bent daar. Ja, maar ze zitten bijna allemaal tegen hetzelfde gele. Oh, dit wordt geweldig. Dat betekent ook dat ze alle drie... Oh, ze hebben toch geen... Wacht even hun tasje maar kijken. Want het kan maar zijn dat ze bloed plasma op het backs erin hebben. En dat mag niet.
En daar zijn ze een keer ook op i drukken. Ja, ik ben gewend via toetsenbord te spelen. Dus dat doe ik ook in de online games. Dat vind ik heerlijk. Ik heb zo'n hekel aan klik, klik, klik. Dus dat is een kwestie van wachten. Dat... Wie gaat? Jij bent geel. Waarom ben jij geel dan? Oh ja, jullie zijn allemaal geel. Nee, jullie zijn rood. Nee, ook geel. Oh nee, oké, dan is het goed. Dan is het goed. Als het rood wordt, dan wordt het gevaarlijk. Voor de townies daar. De zusters hangen maar een beetje bij elkaar. Waar ben ik? Ik ben mijn mobiel aan het spelen. Het gaat niet goed met mijn lol, hè? Nee. Ja, is er geen boekenkast? Is er geen boekenkast? Oh ja, er is nog een kelder ook. Wacht even. Het was dat ze kist. Ja. Maar geen boekenkast. Moet ik de deurlijn even voor alle sims afsluiten, dat niemand hier naar binnen gaat om te slapen. Waarom kan ik niet met die deur hier reageren? Is het een soort geheime gang of zo? Is dat een stukje, dat staat voor de ingang, dat is niks. Hier, het is allemaal leeg. Ik denk dat ze daar een foutje hebben gemaakt. Ik heb het er niet neergezet in ieder geval, want ik had er gewoon die deur op slot gedaan. Dus dat gaan we maar even weghalen. En met de beroemde K. Zo. Dan kopiëren we dat. Nou, wacht, dat hoeft niet eens, want ik kan van dit weghalen. Zo. Deur. Oh. Op slot doen voor iedereen. Want dan kunnen ze niet stiekem naar beneden gaan, weet je, hoe je in een kist legt. Want niet-vampieren kunnen ook in een kist slapen, namelijk. Ik speel altijd met de muren naar beneden, zo noem ik dat altijd. Want als je zo kijkt, is het eigenlijk net als we maar heel weinig ruimte overal hebben. Terwijl als je naar beneden doet, zit er veel ruimer uit. Het is zonde dat je niet kan besturen met het toetsenbord. Ja, je kan dat wel, maar ik bedoel de camera. Het is een beetje aan de hand. Nog steeds. Ja, ik zal even een boekenplankje voor je neerzetten. Ja, er is wel een. Ah, nee, er is geen boekenplank. Nou, we hebben het geld voor een boekenplank, dus. Kast, whatever. Hey, ik wil die... Oh, nee, we gaan voor het goedkoopste van het goedkoopste. Oh, wacht even, dat kan je niet meer lezen. De kinderboekenkast. Nee, dan is dit de goedkoopste. Oef. Ja. Oef. Even. Want hier kun je geloof ik niet mee lezen. Oh wel! Oh wacht! Wacht! Ho, 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 ho. Zo. Ik ben geselecteerd. Dan kan je even een boekje lezen. Ga je het lezen? Een vampirische voor. Ga jij een boek pakken? Ja, oké. Okay. Waarom staan jullie allemaal stil?
Ik heb jullie toen niet op autonoom gezet. Wat? Ik heb ze toen niet op autonoom staan. Nee, volledig. En een autonomie voor geselecteerd is ook uitgeschakeld. Nou, ik hoef geen wijziging op Pieter Puzzel, want er zijn geen wijzigingen. Oh, het begint weer te leven. Oké. Okay. Is jij ook een boekentrade? Oh, het gaat niet goed met je honger. Ja, je hebt ook boeken, ja. Jij bent renaissance in. Net als ik. Nou, word even dorstig. Ik kan ze helpen dorstig te worden, maar dan moet ik cheaten. Maar dan moet ik even op nul. Ja, ik zal het één keer doen, maar om even een beetje spanning erin te brengen. Dan heb ik vampier 1 nodig. Jij gaat in het rood. Jij gaat in het rood. Ben jij een vampier? Nee. Jij gaat in het rood. Nog een stukje. Nee, andere kant op. Oh, nee. Ik luister het allemaal zo nauw. En zo. Dan heb ik ze alle 4 gehad. Dan gaan we veel plezier, dames. Gaat eerst al actie ondernemen. Ja hoor. Die gaat happen. Dat zeg ik, als ze honger krijgen en er is een sim in de buurt, of wat ook. Oh. Oh nee, ze gaat niet happen. Hé, hey, jammer, waarvoor ga je dan niet eens papieren ding draaien? Jij komt bij mij zitten. Ik word jouw donor. Ze veranderen naar de vampiervorm, maar dat doen ze alleen als ze gaan bijten. Dan gaat ze een boek pakken. Nou, dat is weg. Yes. Ik heb zo'n hekel aan de zon. Oh, ga dat maar regen, sneeuw, hagel, wind. Ik vind het heerlijk. En dat meen ik serieus. Oh, ik vind het altijd leuk, dan zie je op de fiets. Zie je mensen helemaal voorover gebogen en dan denk ik. Het is maar water. Je wordt nat. En of je nou gebogen zit, je wordt toch nat. Ik fiets altijd op. Gewoon met mijn kop rechtop. Geen regen pakken. Nada. Thuis kom ik. Droge kleding aan. Klaar. Oeh, eentje heb het te moeilijk. Ook honger. Ga jij even wat eten. Want je plezier is alweer omhoog gegaan, dus dat is mooi. Geef je misschien de kans dat je ontzien wordt als ze gaan bijten. Nou, de keuken is daar. Klein kans. Ja, normaal is het een eettafel. Ik weet wat je bedoelt, maar het is nu een leestafel geworden. Oh, je kan zitten. Iedereen komt, er moet er eentje nodig naar het toilet zo te zien. Het is nu maandag, dus
Met een paar dagen gaan de twee mensen aan het werk. Ik zelf ga niet werken, want ik moet het hier wel in de gaten kunnen houden als ik moet werken. Ah, nee, dan kan ik ook nog werken. Die gaan niet mee. Ah, nee, maar dan kan ik niks repareren als er wat stuk is. Dus zij kan niet werken, maar dan kan die andere twee gaan werken. Maar ja, dan word ik gebeten. Dan wil ik... Ja, maar ik heb bewust alles dat je maar voor een paar minuten doet. Dat maakt ook niet uit. Nee, dan sturen we er eentje. Nee, twee. Twee. Want dan hebben we twee vampieren beneden. Verrassing voor als je thuis komt. Hey, hallo dames, gaan we nou nog niet van de hapse geworden? Met spatie kan je altijd tussen je karakters wisselen. Oeh, ze krijgen het moeilijk. Ze beginnen te kokken als ze. Bijten! Er staat er eentje vlak naast je. Er staat er eentje tegenover je. Je kan zo bijten. Er zit er een naast je. Je kan gewoon bijten. Er zit er hier een. Je kan gewoon bijten. Oh nee, je kan niet iemand twee keer bijten, sorry. Oeh. Nicole. Oeh. Er is nog weinig van gemeenheid te merken. Schiet eens even op. Yep, je staat te tappen in. Ook dorst. Nee, denk ze, ik ga er toch maar niet tussen zitten. Leg het boek wel weg. Oh, staat er nog eentje naast je ook. Oh, dank je. Bij wie? Oh, bij Wilma Soldeer. Die heeft eerbutjes gehad. Ik ook. Van Samsung. Bij mijn S10. De is 10 plus. Een beest van een telefoon, maar ik ben er hartstikke blij mee. Lekker groot scherm. Je kan ook first person in een simmetje kruipen. Hè? Control tab. Waar is mijn sim? Shift tab bedoel ik. Dan lopen we met mijn sim. Dan kijken we door de ogen van mijn sim. Oh, ze kunnen we ook spelen. Ja. Open sesame. Wat gaan we doen? Open hartstikke dan. Oh, je gaat naar je bed. Jij bent slim, jij hebt nu een bed. Dit is niet mijn sim. Oh, wel. Oké. Okay. Wacht, even checken. Hoe laat is het? Het is 10:15 ochtends. Hoe kinderen ze moe zijn. Oh, zwart. Nee, niet slapen. Het is nog... Je bent geel. Het is niet dat ik mijn karakter voordelen geef. Nee. Nee, ga nou niet. Anders ga ik de bovenverdieping afsluiten. Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Ga eten. Ga lezen. Juist, dus ik moet de boven even afsluiten. Kijken wat de beste optie is. Ik denk hier een muur tussen met een deur. Dat ik die kan afsluiten. Oh, wacht, de wc's zijn boven. Even kijken. Oh, hier! Dit staat los. Oh, wat ik kunnen ze wel via die kant, maar.
Even checken, staat er een deur hier? Ja. Op slot doen voor iedereen. Die gaat vanavond om 9 uur pas open. Even kijken, de toilet. Die is daar. Er is geen directe verbinding. Met het, oh nee, dat is het eigen toilet. Die daar hoort. Even kijken. Hallo, deur is er. Hey. Ik heb die deur op slot gedaan. Kom op nou. Nee. Kom op. Dat is niet de afspraak. Je gaat eten. Waarom kan een sim naar binnen als ik zich voor iedereen sluiten? Deur op slot doen. Iedereen. Zitten er twee deuren in? Nee. Volgens mij niet. Nee. Zo. We kunnen ze gewoon naar het toilet de rest. En waar is dat andere bed? Dat is hier. En waar is de deur? Wauw, een dubbeldeur. Doe maar. Iedereen. Ik zie hier nog een deur. Die is er op slot. Oké. Nee, dan zeg ik, mijn karakter krijgt geen voordeel. Ze zal net zoals die anderen gaan. Want dan is het wel lekker makkelijk. Mijn karakter die kan alles doen. En waar ben jij? Nou, oh, misschien kun je daar naar beneden. Okay. Ja, dat moet je zelf weten op de bank. Maar niet in bed, want dan rust je te veel uit. En dan zijn ze s'nachts wakker, weet je. Er wordt nog niks gebeten. Ik had ze verder in het roodkinder zitten, geloof ik. We gaan ze een handje helpen. Oh, nul. Dit is het minst wat ik kan doen. Oh, dat is diep rood. Ik dacht dat het best wel diep rood waren. Ik mis er een. Wat, zit er eentje te drinken? Nee. Hoe kan het nou omhoog gaan? Verandert er eentje in een vampier? Ja. Gaat het gebeuren? Yep, daar gaat ze. Dat is één mens minder om te drinken, want het duurt 24 uur voordat je weer met een weer kan bijten. Ah, je hebt het toch niet in een vampier veranderd, hè? Oh nee. Gelukkig. Waarom stond je te zwaaien, mevrouw? Ik heb niks gezegd dat je moest doen, hoor. Zo, dus we hebben al gezien dat eentje. Waar ben ik? Ik ben nog te slapen. Hé, word eens even wakker. Gek. Slaap je vandaag niet? Nou, volgende. Ja, van Anden. Voor jou ook, van Anden. Oh, voor jou ook, van Londen. Ja, hier kan je fiets parkeren.
Ik had verwacht dat ze wel eerder zouden gaan happen. Ja, ik heb er nooit mijn vampier honger laten lijden. Maar wel bijna. En dan zie je dat rondje, dat ze iedereen aanvallen. En staat binnen onbekende tijd zullen ze iets aanvallen wat ze kunnen drinken. Nee, ik noem de kat de mens. Hey, ben je er weer bij? Maar haar kunnen ze nou niet meer happen, omdat zij gebeten is. En ze heeft ook twee hele mooie gaatjes. Kun je gaatjes wegbewegen? Oh nee, hier. Heb je twee hoekteentjes. Nou, transformeer naar een vampier. Oh, dat ben je al. Je hoeft alleen nog maar te happen. Je hoeft niet meer te draaien. Je kan zo aanvallen. En jullie zijn nog met z'n drie die dorst hebben. Er zijn er nog maar twee waarvan je kan drinken. Dat bedoel ik. Dat vind ik zo leuk. Klopt de muggen. Ja, ze waren eigenlijk weinig lol aan, zo, dat wordt niet eens gemeen gedaan. Ik denk dat ik jou gemeen ga maken, dat jij, even lekker vuur, hout op het vuur gooien. Ja, veel gesis, maar weinig erbij. Oh. Oh nee, dat kan niet, het is een vampier. En een vampier kan niet van een vampier drinken. Ik zag het recht zo staan, ik denk, oh, die gaat daar woehoe doen, maar nee. Ik denk dat zij de volgende is die gaat aanvallen. Oh, ze begint ook al. En vampieren zijn zo, mochten ze plasmapakketten hebben en ze hebben ingezet en dan loopt de mens en ze hebben dus pakken ze eerst die plasmapakket. Ze vallen niet zomaar een mens aan. Of plasma fruit. Shibi Yaba. Fabane. Bobby eats the bibdo. Quest. En dat vind ik ook altijd wel leuk. En dan gaan ze, hebben ze iets gekookt en is het een plasma salade. Dat zitten ze zo heerlijk op te eten, die vampieren. En dan denk ik, ja, plasma is bloed. Dus. Nee. Oh, er wordt iets niet eerlijks gezegd. Tegen je zus nog wel. Wauw. Kom op nou, jullie hebben dorst. De laatste die je aanvalt, die moet de plasmapakketten leveren. En die brengen niet zoveel als een mens brengt. En vandaag is al gedronken, dus daar kunnen jullie niet van drinken. Oh, Icy komt in de beweging. Gaat de boek wegleggen. Begint het ook moeilijk te krijgen. Ze hebben zich allemaal naar een vampiervorm gedraaid. Dus het is alleen een kwestie van alleen nog aanvallen. Nee, ze is al gebeten. Daar heb je niks aan. Ja, jij mag ook niet slapen, zei ook niet. Ruba!
Ja, je moet het zelf doen, ik bemoei me er niet mee. Ik moet zelf wel eten, dat moet ik wel even in de gaten houden. Oh, dat gaat al. En daarna even naar de wc graag en even een bed nemen. Zo. Ik zeg, en nee, oh, daar heb ik zo... Ga nou eerst eten. Je kan ze, af en toe kan je ze niet twee dingen laten doen, want ze gaan meteen het eerste doen wat je aanklikt. Ze heeft meer honger dan dat ze naar de wc moet. Daarom dacht ik van, ga eerst eten, dan ga je naar de wc, dan ga je douchen. Maar nee, we gaan eerst naar de wc. Maar wel je handen wassen. Ja, oké. Okay. Oeh, het gaat hier goed hoor. Ja, jij kan blij wezen. Jij kunt dus niet meer bijten. Ja, morgen weer. Of overmorgen. Er gebeurt dus weinig. Oh, ben ik de pineut? Yep. Ben ik de pineut? Ben ik niet, ze heb honger. Ga eten. Ik mag de handelingen die ze doen ook niet onderbreken. Dus als ik bijvoorbeeld zat te praten, ik kan alleen zeggen ga eten en niet het gesprek verbreken en gaan eten. Dat niet. Ik mag alleen commando geven van eten, maar niet als ze met de tandartsbergen zijn en ze hebben honger. Ja, ik heb de commando gegeven. En als je niet horen wilt, dan moet je maar honger hebben. Ja, het is luisteren, dat weet ik. Dat weet ik. Daar. Ga nou eten. Hey, wie krijgt er nou... Oh, mag ik niet mee bemoeien met telefoontjes. Nee. Maar ja, dat dacht ik al. Maar dat was even een test. Maar ik bemoei me niet met telefoontjes, want dat gaat... Zometeen gaat dat continu. En is het meestal... Wil je hier naartoe komen? Of mogen wij naar jou toe komen? Of ga je mee daarheen? Of wil je lid worden van die club? We gaan de telefoons even op stilzetten. Zo. Probleem opgelost. Dat zie je niet. Dit valt er niet onder. Nee, serieus. Er zijn twee plekken op de kaart die hier niet onder vallen. Zijn jullie niet bijna dood? Dan jullie gewoon niet dood en honger. Wie is dit? Oh, dat ben jij. Je moet aardig wat aan hygiëne gaan doen. Je moet gaan drinken. Mag altijd gebeuren? Nee, dat is wil. Oh, wacht. Bush, Luna, Brahm, Kalanai, Baruda, Wolfie, Donkey Haven, Sibawum, Barib, West Brainham. Dat is ook dat MC Command. Kun je tijd instellen wanneer je je spel moet saven. Of jezelf moet saven. Maakt het spel zo makkelijk. Ik sta tussen twee vampieren. Het voelt een beetje... Ja, goed zo. Moet je nooit vertrouwen, vampieren die dorst hebben. Nou ja, we hebben tot nu toe maar eentje gebeten, dus... Oh god, ik kan nog geen... plasma packs kopen, want ze zijn niet... Ze groeien nu niet in rank, omdat ik niet met ze mag spelen. En ze moet een rank 4 zijn, want als ze dat kunnen plasma pakket kunnen bestellen. Ja. Hallo!
Ik zie jullie wel. Dag, dag. It's Nobby. Hoe laat is het? 7:55. Over een uurtje mogen de deuren open. Niemand ligt te slapen? Nee. Oranje dat hij gebeten is, oranje dat hij honger heeft, oranje dat hij honger heeft, oranje dat hij honger heeft, oranje dat hij honger heeft. Jij leeft nog, althans je bent nog wakker en jij ook, dus. Hoe kunnen er nou 3 vampieren dorst hebben? Er heb er eentje gedronken. Jij niet. Jij ook niet. Jij ook niet. Jij ook. Er heb er net eentje gedronken van haar. Oh. Ja, recentelijk gebeten. En dat bedoel ik met Sims. Ze kunnen niks uit hun eigen. Want ze zijn smerig. Gaan ze douchen? Jouw hygiëne is een beetje ranzig. Of kunnen we niet naar de douche? Volgens mij moet dat wel kunnen. Nee. Die deur, er loopt toch een aparte deur daar, hoor? Ik heb alleen deze deur afgesloten. Maar deze ruimte is beschikbaar. Ja, want er komt een treintje van boven naar beneden. Nou, dan installeer ik beneden wel even een douche. Oh, hier heb je sowieso een badruimte, dus... Dan maken we dat een stukje breder. Dan is deze. Zo. De goedkoopste douche die we kunnen vinden. Oh, tuurlijk. Bijna. In het hoekje. Ah, dat kan niet. Waarom dan niet? Een flauwe grap. Daar. Zo, ga douchen. Boven even opengooien. Ja, ik laat boven gewoon open. Ontgrendelen. Die is open. Ontgrendelen. Oeh, het begint. Het begint. Waar ligt gij te slapen? Hier op de bank. Wakker worden, je bent groen. Simi, ga eens even in de aanvallen. Nou, er staat er een te douchen. Dat zijn 2 vampieren.
Ja, nee, dan ben ik een vampier. Wat ga ik doen? Naar bed. Oh, 10:30. Dat mag ik mag dat daar niet meer onderbreken, want het is nou officieel slaaptijd. Maar wat gaat die vampier achter mij aan? Oh, die gaat niks doen. Die gaat in bed. Ja. Oeh, nog twee. Waar gaan jullie voor? Eentje gaat deze. Oh, dus ja, dat bezit, helaas. Ja, bezit, helaas. Oeh, die is slim. En die denkt, jullie starten een stinkje. Ik ga een bed nemen. Maar dan is het wel zo. De volgende dag gaat een van hun niet slapen. Want anders zou het niet eerlijk wezen. Dat het steeds hetzelfde zou zijn. Weet je? Even kijken hoe het gaat natuurlijk. Hè? Maar ik stop hier de opname. Want ik denk dat ik op de 30 minuten zit. Ik bedank je voor het kijken. En ik zie jou. Jou. Jullie. De volgende keer weer. Doei doei.